Goede spel speelt tegen Vitesse. Dus Vitesse speelt tegen amateurs. Voor Fortuna, maar ook tegen de amateurs. Zijn het niet verschrikkelijke wedstrijden om te spelen als prof? Tegen amateurs. Nou ja, ik heb vandaag een beetje door mijn hoofd laten gaan. Thuis tegen Meersen, ooit toen Meersen heel goed was, hoofdklasse 2-1. Maakte niks zelfs binnen de doelpunt. Die werd door 4 man aangeraakt. En Wim Düsseldorf, ja, die heb ik dan uitgelachen. Winnen is winnen. Gisteren, in het weekend kwam ik mensen uit Spakenburg tegen. Nog een biertje mee gedronken. Ja, dat is jullie tegenstander. Ja. En toen zei ik tegen die gasten, weet jullie nog jongens, 1987, 0-1. Kastje van de muur, dronken gespeeld. Daar ging je naartoe, dat regende altijd, want het zeikte. AFC uit, 0-1. Lunteren thuis, hebben we het net even over gehad, Maurice. Lunteren thuis, 5-3 in de verlenging. Och, die heb ik. Ja, maar weet je... Was erbij. Deed je ook mee. Ja. Wij speelden die wedstrijd. En één ding deed je dan. Ja. We moeten hier gewoon winnen. En hoe we winnen, winnen we. Maar ja, als je de verlenging 5-3 thuis ook nog moet winnen van een hoofdklasse. Ik weet niet, we hebben een keer met VV tegen zo'n amateurploeg met penalties gewonnen. En toen hadden we de reservekeeper die mocht keeper. Die hield dus die penalties allemaal tegen. Dus die hebben we op de schouders gedaan. Het sloeg helemaal nergens op. Want je bent met penalties van een amateurclub. Maar, heb je ooit verloren van een amateurclub? Met de, voor de beker? Nee, volgens mij niet. Ik ook niet. Jij? Ik wel. Nee, ja. Katwijk uit met Dordrecht. Verschrikkelijk op dinsdagavond, ja. Maar dat is VVV een paar jaar geleden gebeurd. Ben je gewoon een ster, ja. Die strijd. Ja. Maar goed, ik heb ook als eredivisieclub toen... Ja, eredivisie. Als Robert Maaskamp toen. Als eerste divisieclub heb ik wel toen... Einde van Robert Maaskamp. Bij Den Bosch heb ik Vitesse en Roda eruit gekegeld. En toen stond ik maar 18 jaar in de Kuip. En die waren echt goed, hè, toen ik de heb tijd. Ik heb bij Rios gespeeld, in de eerste klas. Huub Driessen, Hans Linders, we hadden een goed elftal. Daar ook nog gezeten. En toen speelden we met Helmond Sport tegen Fortuna en MBV. Speelden we 1-1 in de Geuselt. 1-1 als eerste klasser, Crosswal, een grote jongens erbij. En toen zei Jan Hoen om 11:30, jongens, de tap gaat dicht. Jan Hoen is nu overleden, hè, ooit werd er. Ik zei, Jan, als jij de tap dicht doet, sta je morgen in de krant. Jongens, de tap blijft open. Ik zeg, dat maken die gasten nooit meer mee. Ja. 1-1. We speelden 2-2 uit bij Helmond Sport. En we verloren 0-3 tegen Fortuna. Maar dat heb ik ook van de andere kant mogen meemaken. Dat is voor die gasten, en ook voor mij, gewoon als liefhebber. Het is fantastisch om dat mee te maken. Dat is bij Groene Ster net zo. Kunnen ze winnen van Vitesse? Even kort nog. Dan gaan we dan naar Fortuna. Ja, dat kan. Ik denk het niet. Nou ja. Als je voorkomt, dan wordt het wel anders. Ja, je moet want dan vindt Vitesse het niet leuk om in die wind en in die regen, slecht groene licht, ster, slecht licht. 250 kilometer van huis. Ja, maar ze komen wel in een soort van arena terecht, hè, Vitesse. Daar staan 2500 man. Ja, dat is mooi. Ze zijn wel meer gewend, maar op het amateurveld is dat toch best wel impressief. Ja, je hoort alles, hè? En je hoort alles. Ze staan vlakbij je. Maar Vitesse staat ook al een tijdje waar ze nu staan. Hè. Dat is ook niet lekker. Nee, dat is waar. Dus echt draaiend is het niet. Hè? Groene ster staat ook 15. Ze staan allebei 15, alleen allebei in een andere klas. Ja. Ster doet het ook niet goed. Ik verwacht niet dat Vitesse dat probleem heeft. Ze staan 15 in de derde divisie. Okay. Ja. Vitesse moet dat toch wel kunnen winnen.